Welkom, leuk dat je kijkt naar een nieuwe NEC-update. Naar de wedstrijd hier thuis in de Goffert tegen Ajax. NEC verloor met 1-2 van Ajax, maar we hebben wel een heel andere NEC gezien dan de vorige wedstrijd. Vooral de eerste helft. Het was dominant, het was agressief. En toch verliest NEC dan met 1-2 hier thuis in de Goffert. Hoe kijk je dan terug op die wedstrijd? Uiteraard enorm teleurgesteld, omdat je... Denk ik verzuimd om te winnen van Ajax en anders gelijk te spelen tegen Ajax. Dus dat is heel teleurstellend. En aan de andere kant met een gevoel van tevredenheid over het spel. Ja, shit gevoel eigenlijk. Want ik heb in mijn hoofd, als je gewoon de kansen afmaakt, wow, want je creëert er echt heel veel, dan win je hier gewoon eigenlijk gemakkelijk eigenlijk. Want de kansen die we vooral de eerste helft kregen, maar ook best wel in de tweede helft, dat is gewoon echt balen. Je komt de rust uit, je zit nog net niet op de bank en gelijk is al die 1-2. Dat moet ook niet lekker zijn geweest. Daar hadden jullie ook even moeite mee, hè, daarna? Ja, maar dat is denk ik logisch. En daar gaan we gewoon veel te makkelijk verdedigend het schip in. Veel te veel ruimte geven weg. Communiceren we te laat of niet goed. Dus daar moet je even aan herstellen. Op een gegeven moment moet je ook nog 1 of 2 keer wisselen. Dus dat komt het ritme van de ploeg even niet in goede. Maar ik denk dat we zeker de laatste 25 minuten wel weer gas hebben kunnen geven. Alleen niet met het gewenste resultaat. Ja, dat is kut. We gaan lekker de rust in met het gevoel van we zijn nu goed bezig, we kunnen wat halen. En dan krijg je die klap meteen van 1-2. Het was niet echt een genadeklap, want we gingen wel door met z'n allen. Ja, maar jullie hadden wel even tijd nodig om te herstellen, merkte ik. Ja, dat klopt wel. Omdat het is gewoon kut, die moment toch. Dat is niet fijn. Ja, het was de wedstrijd van de gemiste kansen. Eunaldi op de keeper afging, kreeg hem er niet in. Zoontje Hansen kreeg hem er niet in. Hoe dan? Ja, dit is het geval van dat hij knap dat hij er niet in gaat. Hè? Twee keer, hè? Jij en daarna ook nog natuurlijk Zoontje. Ja, klopt. We hebben ook met Koki nog. Ja. Dat zegt wel dat we echt goed hebben gespeeld. En dat geeft een gevoel van geloof. Maar ja, uiteindelijk moeten ze er wel in als je wil winnen. Dus. Ja, dat is voetbal. Alles gebeurt in een split second en je neemt de beslissing in een seconde en je raakt hem niet of je raakt hem niet goed. Dus ja, daar kan ik verder niet zoveel mee. Het gaat natuurlijk om het werk vooraf, hoe je kansen uitspeelt en hoe je daar komt. En daar hebben we denk ik voldoende in geleverd. Het is gewoon de pech wat je dan op dat moment gewoon hebt. Ja, ik denk het. Ik weet het niet zeker. Maar balletje onderkant lat, die kan ook net binnenvallen. De kans van Sontje eerste helft. Zo hebben we diverse momenten gehad. En ik denk dat er ook een vorm van pech bij is. Want ik denk op basis van het spel met en zonder bal waren we denk ik superieur aan Ajax. Ga je die nog terugkijken of denk je van laat maar zitten, want anders slaap ik niet meer? Ik heb het net een beetje over gehad met iedereen, maar ik denk dat ik hem niet terug ga kijken. Bashar Eunal en Sammy Oaisa, ze stonden in de basis, kregen de kans van trainer Rogier Meijer. Ja, en die deden het goed, vond de trainer dat ook? Ik vond ze allebei heel goed spelen. Eunal die perfect zijn rol uitvoerde op het moment dat we het moeilijk hadden door diep te lopen. Nou, ik denk dat hij ook enorm betrokken is bij de eerste goal, jammer dat hij hem zelf niet maakt. Ja, en ik denk dat Sammy echt geweldige wedstrijd heeft gespeeld. Hoe vast hij aan de bal was, hoeveel arbeid hij verricht heeft. Dat was ook precies de bedoeling met hem op 10. Dus wat dat betreft laten de jongens een mooie stap zien. Jij moet wennen aan de eredivisie niveau. Nou, als ik je vandaag heb zien voetballen, nou, dan ben je er al aan gewend. Ja, klopt. Ik voel me ook veel meer klaar. De laatste keer dat ik je sprak was het misschien net wel, net niet. Maar ik voel me nu ook echt klaar. En ik voel me ook echt thuis. Dus dat zie je ook terug op het veld. Afgelopen week was ik echt onzichtbaar, maar de twee wedstrijden daarvoor, twee doelpunten. Dus ik zit lekker in mijn veld. Maar als ik jullie vandaag heb zien voetballen, waar zijn jullie al? Eredivisie niveau, tegen Ajax gewoon. Ja, vindt hij? Nou, ik vond dat je vandaag een prima wedstrijd hebt gespeeld, ja. Dank u wel. Ik spreek veel met Sammy ook, want we moeten samen wennen. We hebben het samen lastig, wisselen en zo. Dus we spreken vaak samen. En zo'n wedstrijd kan ons wel goed doen voor ons vertrouwen. We hadden ook allebei weer een goal kunnen maken. Dan komen we weer op het goal. Ja, dat zal meer vertrouwen geven. Maar we kunnen het ook wel aan. En ik weet ook van Sammy dat hij het aan kan. En ik zelf ook. Alleen het moet er echt nog uitkomen. En niet je favoriete positie, maar als je dan toch zo speelt. Ja. Ik zou er eens over nadenken als ik jou was. Ja, klopt. Nee, klopt. Niet mijn favoriete, maar het begint steeds mijn favoriete te worden. Ja, toch koos je ervoor om Robert nog te brengen. Wat was die reden daarvoor?
Ik vond Eunal toen nog echt nog wel prima spelen. Ja, omdat je, kijk, Robert zijn rendement rondom de 16 is natuurlijk hartstikke hoog. Hij kan makkelijk een goal maken. We gingen ook wat sneller met oude Jan de ballen inbrengen. Ja, dan wil je ook wat meer bezetting in de 16. En ja, dan hoop je ook dat een speler zoals Robert of Vito, die makkelijk een goal maken, daar een goal maken. En dat is niet gebeurd. Ja, er zit een heel verschil tussen de wedstrijd van vorige week, zeker de eerste helft, en de eerste helft wie we deze wedstrijd hebben gezien. Hoe komt het? Daar hebben we goed van geleerd. En, maar kijk, het is ook, Dirk is erbij, Filip is erbij. Dat voel je als elftal ook een soort van vertrouwen. En we wisten ook, als ze ons onder druk zouden zetten, dan zouden we lang spelen met Sontje, Bajar en Sammy, die heel veel diepte hebben. Ja, en als ze ons niet onder druk zetten, hebben we ook wel weer wat meer voetbal in de ploeg. En ja, dat geeft vertrouwen en dat zie je groeien op het veld. En dat is wat we meenemen. Het was wel echt een verschil als je de vorige week de eerste helft Utrecht kijkt en jullie eerste helft nu. Wow. Ja, klopt, daar ben je helemaal gelijk. En dat was inderdaad een groot verschil. Maar dat is wat ik zeg, je moet deze lijn van vandaag gewoon echt doorzetten naar volgende week over de Eagles. En daar moet je gewoon de 3 punten gaan pakken. En dit was hem dan weer, de NEC-update voor deze week. Dan moeten we maar kijken naar volgende week. Dan is het Go Ahead Eagles dus uit. En daar maar de 3 punten pakken. Maandag zijn we er weer. Dan natuurlijk met een NEC-update podcast. En volgende week natuurlijk weer met een nieuwe NEC-update. Bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer.